eenmaal een ritme en een tempo te pakken hebt, dan merk je ook waar moet je die teen nou vasthouden om te zorgen dat die voetjes die plank blijven raken. En dat is in het begin een van de dingen waar we ook in zaten. Je hebt hier die plank en je hebt de neiging om de pop te gaan bewegen. En dat mag wel, maar als je omhoog gaat met de pop, dan heb je dus geen contact meer met de plank. A real sailor man. A real sailor man. We need a horn pipe. Yeah. A gamut horn pipe, please. Niet meppen.